In verband met de coronacrisis zond Schiedam afgelopen weken het programma Samen Schiedam uit. Met videobijdragen van gewone Schiedammers. Hoe beleven we deze periode? Hoe helpen we elkaar? En hoe houden we thuis vol? Kijk nu naar een overzicht van 3 weken Samen Schiedam. Nou, die danser is Rudolf Fitski. Die heeft jarenlang lesgegeven in de voormalige armenschool tussen Broers Vest en Broers Veld. Ik dacht al, want dan mag niemand bij mij komen met mijn 91 jaar. Maar zo onderhouden we toch vriendschappen ook. En daar ben ik heel blij mee. En bewaar voor mij een rol. Je was zeker bang dat je niet spreekt. Want de schappen zijn weer leeg. In de havens van Rotterdam en Schiedam, Vlaardingen uiteraard, gaat het werk gewoon door. Zo ook hier op de Waalhaven. Camping in Oostvoorne, lekker uitwaaien. Het is hier hartstikke rustig, ook op het water. Zo. Fijne dag. Ik wil jullie kort even laten zien in het huis waar ik woon. Aangezien ik nu thuis werk, is dit de plek waar ik het meeste ben. Ik sta nu in de slaapkamer en ik ga je eventjes de rest nog van het huis laten zien. Ik probeer er het beste van te maken. Ik doe wat kleine klusjes in huis. Mijn huisje is nog niet helemaal af. Ik ben lekker aan het rommelen, ben aan het opruimen, aan het schoonmaken. Welkom allemaal bij dit eerste filmpje. In dit filmpje laat ik jullie het proefje van de zwevende peper zien. Ja, echt. Ik bof met jou als buurvrouw, maar ook als vriendin. Samen met alle ondernemers op de Groene Laan hebben wij een manier bedacht waarop wij de helden van de corona willen bedanken. Ik werk met mijn collega samenwerken in de gehandicaptenzorg. En wij kunnen niet thuis werken. Wij werken gewoon voor de cliënten. Vandaag ga ik jullie tips geven met betrekking tot het opmaken van een dienblad. Ja, het is natuurlijk wel behoorlijk spannend wat er nu allemaal gebeurt. We weten niet precies wat er gebeurt, hoe lang het gaat duren. Wij zijn een toepkrijttekening aan het maken voor de ouderen en verzorgers van het Frankenland om ze sterkte te wensen. En dan zien de ouderen het goed uit het raam. Breng me maar naar Capelle Scholevaart. Even maar meegenieten van dat leven daar. Ik sta in het Franciscus Friedland ziekenhuis in Schiedam en daar zit mijn broer Rimmert. En die werd 2,5 week geleden opgenomen met een hele zware longontsteking hier op de IC-afdeling. Maar inmiddels gaat het een stuk beter. Goed, ik wil jullie eigenlijk graag in ieder geval tot een fijne dag wensen, ondanks deze onzekere tijden. Dat hij alles in één keer afwerkt. Eventjes naar het bos geweest, was heel rustig, bijna niemand te zien daar. Zijn jullie een mooie tekening aan het maken? We zijn op de Osterstraat en we gaan even touwen opruimen en plantjes in de grond zetten. Ik heb jullie al een filmpje gezien dat jullie samen op de rollerskates wegrijden. Leuk, het was echt leuk om te zien. Ik ben jaren, ja. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, dankjewel, hè. Wat een evenement. Ja, dit is een groot feest, maar gelijk voor de buren. Oh. Dus toch? Ja, toch? Ja, zelf vieren met een feestje erbij voor de buren. Doe het, het is ook echt zot dat je 5 gewoon. Ja, allemaal met z'n allen. Omdat we niet willen dat onze bevers zich gaan vervelen, nu we ze niet kunnen zien, hebben we wat bedacht. Elke week komt er een set opdrachten van een speciaal thema. Zo is Sterre, dat ben ik, is al langs gekomen. Sterre houdt heel erg van reizen. Hallo, met Robin. Hallo, je bent van de fabriekje vandaan. Ja. Ja, en wat ben je al doen daar? Ik ben thuis en ik ben nu aan het bellen, maar ik speel nog wel heel veel thuis. We kunnen als extraatje doen we nu op zondag heerlijke soep maken. En dan zijn alle bewoners zo verschrikkelijk blij dat ze lekker een kom soep krijgen. Ik doe het samen met Betta. Omdat we nu momenteel niet zo veel mensen bij elkaar mogen komen. Jouw beelden ook terugzien in Samen Schiedam?
Mail ze naar samen@schie.nu. Je ziet ze elke werkdag om 5 uur 's middags en daarna ieder uur herhaald. Check voor het laatste nieuws onze website www.schie.nu of luister naar Schie FM op FM 95.8. Samen zijn we Schiedam.